Feyenoord en NAC Breda maken donderdag 5 maart uit wie er doorgaat naar de finale van de Toto KNVB-beker. Feyenoord bereikte de halve finales na belangrijke uitzegers op Cambuur-Leeuwarden, Fortuna Sittard en Heerenveen. Reuzendoder NAC Breda, dat zesde staat in de keukenkampioendivisie, schakelde FC Emmen, Sparta Nijkerk, PSV en AZ uit. Sinds de invoering van de Eredivisie kwamen Feyenoord en NAC elkaar 5 keer tegen in de KNVB-beker en de Rotterdammers wonnen alle ontmoetingen. Van die 5 eerdere bekerwedstrijden tegen NAC speelden we 2 halve finales. Op 9 maart 1994 versloegen we NAC in eigen huis met 3-0 en op 8 maart 2008 bereikten we in de Kuip de finale door een 2-0 overwinning op onze aanstaande tegenstander. De laatste keer dat Feyenoord NAC Breda ontving was op 2 september 2018. Feyenoord was die dag in de Eredivisie met 4-2 te sterk, mede door 2 doelpunten van Robin van Persie. Feyenoord is een echte cupfighter en won de KNVB-beker 13 keer en speelde 17 finales. Feyenoord haalde de eindstrijd in 5 van zijn laatste 7 halve finales die allemaal in de Kuip gespeeld werden. Zeker de laatste jaren presteren we sterk, want sinds 2015 wonnen we 22 van onze laatste 24 bekerwedstrijden. 3 spelers van Feyenoord waren dit seizoen trefzeker in het bekertoernooi. Steven Berghuis, Luciano Narsing en Leroy Fer waren zeer belangrijk voor ons en daarnaast profiteerden we van 2 eigen doelpunten. Jens Toornstra scoorde in zijn carrière 7 keer tegen NAC Breda en tegen geen enkele andere ploeg maakte hij meer doelpunten. Ook voor Leroy Fer is NAC een fijne tegenstander. Onze middenvelder maakte er 5 tegen NAC en dat is voor hem ook een persoonlijk record in Nederland. Voor Erik Botteguin is NAC Breda altijd een bijzondere tegenstander. Erik debuteerde als speler van NAC in de Eredivisie en speelde tussen 2011 en 2013 67 wedstrijden voor de Parel van het Zuiden. Feyenoord NAC Breda gaat donderdag om 8:45 van start in de Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis. Bedankt voor het kijken naar deze video. Klik hier om te abonneren en klik hier om meer video's te zien.